Dag vrienden van Stroop, ik was vandaag op een babyborrel. Zoals je kon zien aan de dronebeelden was dat in the middle of nowhere, namelijk alweer West-Vlaanderen. Dus ik heb mij geamuseerd in de lucht, want er was enorm veel plek en niemand die aan het klagen was. Het is ondertussen weer 10 uur 's avonds, ik heb niks van inhoud gefilmd, dus moet ik dit filmpje nu maar vlug proberen te redden door even te praten tegen de camera. Ik dacht aan het volgende onderwerp omdat ik op een babyborrel was over baby's te praten. Vandaag was ik op een babyborrel van het tweede kind van een neef van mij aan mijn vaders kant. Mijn vader heeft 1 zus en 2 broers, dus ze zijn met 4 thuis. Zijn zus heeft ondertussen al 6 kleinkinderen, denk ik. Zijn oudste broer heeft er 8, denk ik. Zijn andere broer heeft er 2. En mijn vader zelf, die heeft 0 kleinkinderen. Op die babyborrel had ik zo een beetje het gevoel dat wij eigenlijk totaal niet geïnteresseerd zijn in kinderen. En met wij bedoel ik mezelf, mijn zus en mijn broer. Ik ben de oudste van ons 3, dus ik voel de druk wel een beetje komen. Maar om eerlijk te zijn, ik denk totaal nog niet aan kinderen. En ik denk ook dat ik nooit geen kinderen wil. Momenteel is dat gevoel niet. Iedereen zegt altijd dat gaat wel komen. Ooit hadden zeggen, oh, nu wil ik papa worden. Ik heb totaal niks tegen kinderen. De nood is er gewoon niet. En ik denk ook een klein beetje dat dat door mijn vader komt. Want ik heb vaak gehoord van mijn vader, weet je dat een kind een huis kost? En hij had er 3, dus eigenlijk heeft mijn vader zogezegd 3 huizen afbetaald en zijn eigen huis. En ik heb mijn vader dat vaak horen zeggen. Niet dat centen het belangrijkste zijn in de wereld, maar toch 4 huizen afbetalen? Misschien spookt die gedachte constant in mijn achterhoofd dat kinderen veel centen kosten. En al ben ik bijna 29, ik koop echt nog altijd graag speelgoed. En het probleem is met mijn job dat dat vaak duur speelgoed is. En als ik daar nog eens kinderen zou hebben, zouden die daar ook willen mee spelen. En dat zou ik niet toelaten. Ja. Maar om mij minder kinderloos te voelen, heb ik besloten om mijn 2294 subs die ik nu op dit moment heb, de kinderen van Stroop te noemen. Ik hou van jullie, want jullie kosten me geen centen en ik hoop dat ik een goed voorbeeld ben, dat ik jullie toffe idealen aanleer en dat dat jullie helpt in een goede toekomst. Slaap wel, kinderen. Ah ja, ik ben vandaag ook te weten gekomen dat er veel van mijn tantes bijna dagelijks kijken naar mijn filmpjes eigenlijk. Dus ik wil bij deze de groetjes doen aan al mijn tantes. Spectaculair dan op de baas.